Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de XGN Nieuwsflash. De afgelopen week is er weer voldoende gebeurd in de game-industrie. We nemen het allemaal met jullie door, met deze week onder andere aandacht voor Assassin's Creed, Far Cry en The Last of Us. We beginnen vandaag met Assassin's Creed. De nieuwste titel, genaamd Unity, is door Ubisoft namelijk officieel onthuld. Dit deel zal zich afspelen in Frankrijk ten tijde van de Franse Revolutie en verschijnt voor de PC, Xbox One en PlayStation 4. De aankondiging komt niet als een verrassing. Vorige week lekte er namelijk al enkele screenshots van het nieuwe spel. Of er ook een Assassin's Creed zal verschijnen voor de PlayStation 3 en Xbox 360, dat is nog niet bekend. Goed nieuws voor de fans van Wolfenstein. De release van het nieuwste deel, The New Order, is namelijk met 3 dagen vervroegd. De shooter zal nu al vanaf 20 mei in de winkels liggen. Het spel komt uit voor zowel de last gen als de next gen consoles en ook op de PC. Over naar The Last of Us. Deze week werd namelijk bekend dat het succesvolle spel voor de PlayStation 3 ook naar de PlayStation 4 komt. Deze versie moet aanstaande zomer in de winkels liggen. Helaas is er nog niets bekend over een daadwerkelijk vervolg op The Last of Us. Ook over Far Cry was er deze week nieuws te melden. Volgens anonieme bronnen zal Far Cry 4 zich namelijk afspelen in de Himalaya's. Dit blijft vooralsnog echter een gerucht. Voor de officiële aankondiging zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot de E3 die in juni plaatsvindt. Een release van het spel staat overigens gepland voor maart van het volgende jaar. Er is wederom slecht nieuws te melden over Drive Club. Cole Rogers, de regisseur van het spel, heeft namelijk het ontwikkelteam verlaten. Hij zegt dit te hebben gedaan om meer tijd bij zijn familie door te kunnen brengen. De racegame zou oorspronkelijk tegelijkertijd met de PlayStation 4 uitkomen, maar is inmiddels teruggevallen naar de teken- en schetsfase. Deze week kwam er ook nieuws naar buiten over DLC. De eerste downloadbare uitbreiding voor Titanfall is namelijk in de maak. Dat liet Vince Zampella, de medeoprichter van ontwikkelaar Respawn Entertainment, weten. Veel meer weten we echter nog niet over deze DLC. Wel is er al bekend dat Titanfall in totaal 3 uitbreidingen zal krijgen. Ander nieuws omtrent een DLC kwam van Battlefield 4. Het spel wordt al langer geteisterd door bugs en vertragingen en nu heeft ook de nieuwste DLC hier last van. Deze zou eigenlijk afgelopen week verschijnen voor de PC, maar is nu vertraagd voor onbepaalde tijd. Een fikse tegenvaller dus voor de gamers die hierop zaten te wachten. Ook op digitaal gebied was er deze week nieuws te melden. Facebook heeft het bedrijf Oculus VR namelijk gekocht. Dit is de maker van de Oculus Rift, een virtual reality bril voor gamers. De overname kostte het bedrijf van Mark Zuckerberg maar liefst $2 miljard. 400 miljoen hiervan wordt in cash uitbetaald, de rest in Facebook aandelen. Game of Thrones kwam deze week ook met nieuws. George R.R. Martin, de schrijver van de boekenreeks achter de serie, zegt namelijk dat de film zeker niet uitgesloten is en misschien zelfs noodzakelijk zal zijn. De serie zelf begint overigens bijna aan het 4e seizoen. Deze is vanaf 7 april te zien bij HBO. En dat was het alweer voor deze week. Ik wens jullie een heel erg fijn weekend en zie jullie graag volgende week bij een nieuwe XGN Nieuwsflash.